We got married in a fever. I read a pepper sprout. In Gent komen straatmuzikanten op tegen verplichte vergunning onder de naam Free Busking Gent. Je moet een vergunning aanvragen, zodanig dat niet iedereen hier zomaar kan staan om geld te vragen. Die vergunning, daar hangt een prijskaartje aan vast natuurlijk, een kostprijs die men moet betalen. En er zijn ook een aantal beperkingen opgenomen in het reglement. Bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van elektronische versterking en van percussie-instrumenten. Het reglement is er al sinds 2009. Maar nu is er meer vraag om actie te voeren. De laatste tijd is er ook een repressiever beleid van de politie. Bijvoorbeeld een band die we kennen, heeft zitten spelen op een oneven uur, 10 minuutjes te lang. En daardoor is hun vergunning afgepakt geweest, is instrumenten in beslag genomen. Freebusking Gent zat onlangs samen met Christophe Peters om het reglement aan te passen. Ze willen onder andere een goedkope vergunning en het verbod op percussie-instrumenten opheffen. In die zin begrijp ik hun kritiek wel. En het is ook vandaar dat we hebben samengezeten en dat ik hen heb voorgesteld om zo'n voorstel te doen. Is te kijken dat zij een beleid zouden uittekenen wat zij eigenlijk nodig hebben om zich te kunnen ontplooien. Uiteraard binnen een aantal krijtlijnen die door de stad worden uitgetekend. Freebusking Gent plant midden mei een actie tegen het huidige beleid. Het gaat geen protest worden, het gaat waarschijnlijk een straatfeest worden. Om een ludieke actie te voeren, om aan te tonen dat de regels ook anders kunnen en goed kunnen zijn voor iedereen.